Ik heb al jaren nachtmerries. Heeft het een betekenis en wat kan ik er tegen doen? Uh, Sigmund Freud zei al in de 19e eeuw dat nachtmerries en dromen eigenlijk een soort van poort zijn naar je onderbewustzijn. Mm -hmm. Dus dat nachtmerries eigenlijk um, gedachten, emoties, gevoelens zijn die in je onderbewustzijn onderdrukt worden. En die tijdens het slapen eigenlijk de kop doen opsteken. Snap ik waarom ik eigenlijk altijd over dit thema nachtmerries heb. Hmm. En betekent dat niet, een signaaltje vanuit je onderbewustzijn, dat dat iets is waar je mogelijk iets mee moet? Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en jou voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, Mind Body Arts. En naast me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En deze week hebben we weer een vraag gekregen gesteld. En die luidt als volgt. Ik heb al jaren nachtmerries. Heeft dit een betekenis en wat kan ik er tegen doen? is een mooie vraag. Ja, zeker. Ik heb toevallig van de week een nachtmerrie gehad. Oh, w waarover? Ja, het was een hele gewelddadige nachtmerrie. Wat, uh, wat ik wel heel erg bijzonder vond. Het was eigenlijk een soort van een damerachtige nachtmerrie. Waarvan ik dacht, nou, de Netflix-serie over Damer. Ik weet niet of uh, voor de mensen die dat niet gekeken hebben, dat was een serie moordenaar die achter homoseksuelen aanging en hun ledematen ja, ontmantelde. Ja. Yeah. Uh, het was nogal een visuele serie, maar dat is echt van jaren geleden. En nu reïntegreerde dat in een soort van mars met... Ja, het is helemaal niks voor mij. Dus ik dacht zoiets van, huh, waar komen dit soort uh, angstaanjagende beelden vandaan? Ja, volgens mij hadden wij dan ook een tijdje terug over die aanrijding van de tram van die jonge man Ja, dat was die dag inderdaad. Toen zei je ook van, kan je je voorstellen hoe dat eruit gezien zou zijn? Want die jongen is dus overreden door een tram. En ja. volgens mij heeft dat het een en ander gereactiveerd in jouw brein. Ja, en de, en de damerserie. Dus bij deze excuses, als we mensen door erover te praten, uh, bij deze mensen ook uh, bepaalde beelden in het hoofd hebben geholpen. Mocht je er last van hebben, het is goed te behandelen. Ja. Ja, en ik vind het ook een hele mooie vraag. Ik krijg gelijk een beetje Sigmund Freud vibes. Van heeft het een betekenis, een nachtmerrie? Want uh, Sigmund Freud die zei al in de 19e eeuw dat nachtmerries en dromen eigenlijk een soort van poort zijn naar je onderbewustzijn. Mm -hmm. Dus dat nachtmerries eigenlijk um, gedachten, emoties, gevoelens zijn die in je onderbewustzijn onderdrukt worden. En die tijdens het slapen eigenlijk de kop doen opsteken. Ja. Wat best wel een bijzonder interessante kijk was. En uh, volgens mij mensen verklaarden hem ook als gek. Voor gek toen de tijd. Omdat hij best wel. Uh, hij had hele bijzondere en goede ideeën, maar hij had ook een paar bizarre ideeën inderdaad. We zouden het nu wat extreem vinden. Maar ja. het is natuurlijk met elk nieuwe, ja, altijd eigenlijk nieuwe ideeën en nieuwe theorieën en nieuwe paradigma's, om het zo maar te noemen. Dat zijn dan de revolutionaire. En dat denk je in het eerste opzicht: van jij bent echt gestoord, je bent gek. Zo zit het helemaal niet, op basis van hoe we nu over bepaalde problematiek denken. Ja. En dan later dan denk je zoiets van, hé, hey, dat was eigenlijk best wel, uh, best wel veel elementen. Dat zit nu ook in het huidige tijdsgeest. Ja, hij was de uitvinder van psychoanalyse volgens mij. Hè. Dus, dus... Ja, klopt, klopt. En wel een beetje overgeseksualiseerd. Dus um, Freud heeft ook allerlei fases aan uh, kinderstadia toegewijd. En die heeft hij dan heel erg typerend de anale fase genoemd en de orale fase. En dat ging er dan over dat als kindjes op, nou, ik weet niet hoe je dat zegt, op poeptraining gaan, op het potje en dergelijke. Dat dat dan ook een, een eerste uiting is van um, dat je dingen weg wilt drukken. En dat dat een speciale psychologische betekenis heeft. En de orale fase, dat je dus hè, door, door te zuigen aan dingetjes, dat dat bepaalde patronen activeert. Dus daarin denken we nu af en toe van nou. Het is een beetje een, misschien een oversexte man geweest, maar ja. <laughs> het, heeft wel, het heeft wel tegelijkertijd hè, zijn, zijn onderscheid van het idee, het ego en het superego. Dat is iets wat je ook wel in huidige stromingen veel meer denkt van hey, je hebt niet alleen het gedrag, de buitenkant vanuit de gedragswetenschappers. Dat ze zeggen van hé, hey, je gedrag is je output en dit gedrag is het enige wat telt. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk ook een intentie daaronder in je kopie. Wat maakt dat je, je op een bepaalde manier gedraagt. En daarin heeft hij denk ik wel echt gelijk. Dat je, ja. hè, je, kan, je kan naar het gedrag kijken en kijken van hé, hey, hm, dit is een beetje bijzonder of dit is wat anders. Wat maakt dat je, je zo gedraagt? En dan kom je eigenlijk uh, in dat bewustzijn en onderbewustzijn. Ja, want dat zei hij ook toen de tijd heel mooi. Hij zei ook van als je nachtmedisch hebt moet je kijken, is dat eigenlijk een soort, soortje, soort van tipje van de sluier? En kan dat medespelen in bepaalde psychologische uh, emoties of stoornissen die je hebt, zou dat ja. een soort van, zou dat een tipje van de slui kunnen zijn? Want wat, wat, wat betekenen nachtmerries, denk je, als je kijkt naar de moderne psychologie, hebben we daar bepaalde betekenissen voor, voor nachtmerries? Um, ja, ik moet zeggen, in de huidige psychologische praktijk worden nachtmerries, de significantie daarvan worden, denk ik ondergewaardeerd. Dus um, als je kijkt naar de prevalentie, dus hoe vaak nachtmerries voorkomen... je ziet dat het bij hele jonge kindjes... dus vanaf een jaar of twee tot een jaar of twaalf komt het heel veel voor... omdat je brein gewoon volop in ontwikkeling is. En het is ook, uh, je maakt heel veel nieuwe dingen mee en heel veel dingen zijn beangstigend. En dan hè, ga je dat gelijk in die nacht merken. Dus uh, ouders van jonge kinderen zullen dit ongetwijfeld herkennen. Mm -hmm. um, maar, uh, maar kijk, nachtmerries zijn heel normaal... Alleen bij de meeste mensen vindt het alleen incidenteel plaats. Ik had toevallig dus die nachtmerrie van van de week, ik had er nog eentje een dag later. Maar de laatste keer dat ik voorheen nachtmerries heb gehad, is denk ik alweer een jaar geleden. Dus het is iets wat heel erg incidenteel, sporadisch kan ontstaan. En er zijn eigenlijk maar heel weinig mensen die bijvoorbeeld wekelijks nachtmerries hebben. Ik geloof hm. dat dat iets van 5% is uh, van Nederland. Yeah. en uh, dat noem je dan mild qua frequentie... en er zijn nog veel minder mensen die het dagelijks hebben... of meerdere keren per week. Dat lijkt me ontzettend vermoeiend ook, hè? Want, je, ja. want, want is het ook echt zo als je een nachtmerrie hebt... dat je minder uitgerust wakker wordt... en minder goed kwalitatief slaapt? Is daar... Ja, ja die... eigenlijk wel vaak. Oh, okay. Zeker, zeker. En de reden is dus dat omdat het een nachtmerrie is... die kan dan zo beangstigend zijn en zoveel schrik geven... en dan word je tijdens de remslaap... De droomslaap wordt je vaak wakker, maar omdat het zoveel angst en spanning met zich meebrengt en dat je vaak midden in de nachtmerrie wakker wordt, dan is de kans dat je vervolgens daarna weer in slaap valt, ja. dan een stuk minder. Dus door nachtmerries heb je veel vaker onderbroken nachten en je spanningsniveau die stijgt ook een, heel, een, een, een heleboel, een, ja. een heleboel, dat stijgt een ja. stuk. Ja, en dat is precies het laatste wat je nodig hebt als je slaapt. Je wil juist in die ontspanningsmodus komen. Precies. Ah, oké. Okay. Dus het, het, het is wel echt een belemmering voor je slaap. En zit er ook een verschil tussen nachtmerries bij mannen en bij vrouwen? Uh, ik zit even hard op te denken. Mijn eigen gevoel, of ja, het is niet echt een gevoel, een beetje mijn, mijn feeling, die zegt eigenlijk meer dat um, voor mijn gevoel dat mannen iets vaker nachtmerries hebben over gewelddadige dingen. En uh, bedreiging en achtervolging en uh, moord en nou allerlei hele spannende actiefilm James Bond-achtige thema's. Mm -hmm. En dat vrouwen eerder nachtmerries hebben over relationele thema's. Dus bijvoorbeeld verlating of buitensluiting. Wat meer die sociale context. Ja. Um, dat is mijn ervaring zelf. Ik weet niet of uh, jij als man zijnde, wat is jouw... Uh, Inschatting. Nou ja, het is best wel grappig dat je het vraagt. Ik, ik denk zelf, wat ik zelf herken, is inderdaad die gewelddadige nachtmerries. Uh, dat herken ik wel. Of dat je achtervolgd wordt, dat herken ik ook wel. Dat je dan aan moet rennen of dat je ja, toch geweld ergens toepast. Ja, op een van de manieren. Ook heb... zelf toepast. Ja, nou ja, ja. Dat, dat, je, dat je onrecht wordt aangedaan en dat je dan gewelddadig mm. wordt, terwijl ik helemaal niet zo ben. Dus misschien dat dat toch heel diep van binnen misschien een beetje zit, een beetje woede slash agressie, maar ik herken het niet in mijn alledaagse leven. En wat ik wel grappig vind, ik, zit, ik ben soms ook schuldig aan scrollen op social media. En dan zie ik wel heel vaak reels, en ik zit waarschijnlijk in dat algoritme, in relaties, dat de vrouw vaak droomt over van hé, hey, dat de partner bijvoorbeeld weggaat, je verlaat als vrouw zijnde. Ja. Dus wat jij ook net zei, dat klopt dan ook wel, dat vrouwen dan waarschijnlijk eerder relationele nachtmerries hebben, dat de ja. partner weggaat, terwijl... Ik als man zijn, ik heb dat nog nooit gehad. Niet? Zo'n nachtmerrie, nee. Oh, ik wel hoor. Ja, <laughs> ja, dus dat is wel grappig. Dus, uh, dus, dus ik ben ook wel benieuwd als, jij, um, als je thuis luistert en je herkent het... dat je relatie, ge, uh, gerelateerde nachtmerries hebt. Laat dan vooral weten in de comments. Dan zijn we wel benieuwd wat voor nachtmerries dat dan zijn. het grappige is ook, ik uh, mag me nog een periode herinneren... dat ik dan ook echt, um, nou, dat moet al denk ik wel vijf jaar geleden... of zoiets zijn geweest, dat ik dagelijks nachtmerries had... En dan elke keer inderdaad van die relationele nachtmerries... dat ik verlaten werd en dat je op zo'n zo tarwe grasveld loopt en dat je partner dan van je wegrent en dat je die niet kan inhalen en dat je daar zo alleen achter blijft. Dat je echt denkt zo van, oh dat is, dat is bij mij ook een, uh, een, een thema. Mm -hmm. Dus met het thema verlating dat is wel een thema dat uh, op onderbewust niveau in ieder geval speelt. En dat is dan wel heel erg bijzonder en grappig om te zien dat dat dus in je dromen eruit komt. Terwijl overdag dan blokkeer je dat gewoon. Overdag ben je daar niet mee bezig en je ratio weet ook van, hey, als ik nu om me heen kijk, dan hey, is dat nergens voor nodig. Alleen je onderbewustzijn, die heeft toch zoiets van, hey Aysen, weet je nog die ene keer? Ja. En dat je dan dus daarop verder gaat voortduren, terwijl uh, in het kader van geweld of iets, ja, pff, ik, waarom zou ik daaraan denken? Ja, dat is toch wel interessant, hè? Dus eigenlijk in jouw geval, jouw nachtmerrie... Relationele nachtmerries hebben dus toch wel een soort van element in je onderbewustzijn. Hè? Dus dat je toch wel bang bent om verlaten te worden door mm -hmm. een bepaalde ervaring. En dat zit eigenlijk vastgesoldeerd, ja, vast vastgeroest in jouw neurale paden, in jouw brein, in je ja, onderbewustzijn. Zeker. En ja, 95% van je brein is onderbewustzijn, dus dat gebeurt ontzettend veel. En in de nacht komt dat echt heel duidelijk in beelden naar voren. Maar heb jij ook bepaalde cliënten die bepaalde thema's hebben qua nachtmerries die repetitief zijn en dat dat dan een soort van psychologische of traumatische aard heeft. En daar zeg je een heleboel hele belangrijke dingen. Nou, dat is mooi. <laughs> dat kan ik ook nog. Um, dus laten we beginnen bij het eerste gedeelte van je, van je vraag, namelijk bepaalde patronen. En ja, dat is dus wel inderdaad. Hè? Dus ik zei net van, hey, het komt best wel, um, het komt niet zo heel veel voor dat mensen echt heel vaak nachtmerries hebben, dus wekelijks. Maar wat je dus zegt, ziet, is dat eigenlijk in een GGZ-populatie... dus de mensen die actief behandeling hebben... dan, dan schiet dat percentage omhoog naar 30 of iets. Hm. Alleen, het wordt dus heel vaak ondergediagnosticeerd... omdat er dus zoveel thema's zijn om over te spreken... dat nachtmerries zijn eigenlijk dan niet sexy genoeg... om um, in, zijn, ja, in zijn uniekheid apart behandeling op te doen... terwijl die wel daadwerkelijk bestaan. Dus daar moeten we ook ja. uh, naartoe, help me herinneren. Mm -hmm. um, maar bepaalde thema's. Ja, veel voorkomende thema's. Dat is um, geweld. Um, hulpeloosheid. Dreiging. Verlating. En schaamte. Hm? Dat zijn een beetje overkoepelende thema's. Dus als je het hebt over schaamte. Wat mensen dan vaak kunnen hebben als uh, het soorten nachtmerries. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan dat je naakt bent op in het openbaar dat je door iedereen uitgelachen wordt of dat je buiten gesloten wordt of dat je bevriest voor een presentatie. He, je kan ook met achtervolging he, dat je dus de ene keer uh, dat je ergens vast komt te zitten en dat je achtervolgd wordt. En de ene keer is het in een bos en de andere keer is het in een huis, de andere keer is het in een vliegtuig, he, ik noem maar wat. Uh, heel veel dreiging, dus dat is echt meer het geweld met wapens en met uh, je Call of Duty-achtige dingen. Verlating komt ook vaker voor. He, misschien ook uh, dat het vaker voorkomt, zo'n tarwegrasveldje. <laughs> of uh, mensen die je in de steek laten of he, en, en verlies, dat komt ook nog regelmatig voor. Dus dat je dus nachtmerries hebt of verdrietige dromen hebt over mensen die je bent kwijtgeraakt yeah. in je leven. En de nachtmerrie en dat is dus wel interessant. En dan kom je bij het tweede gedeelte van je vraag. <laughs> he, je kan dus um, het is dus wel heel belangrijk als je het over nachtmerries hebt dat je ook gaat kijken van hey zit daar een bepaald patroon in en in die zin ook op het moment dat jij elke keer dat jij regelmatig nachtmerries hebt maar elke keer is het totaal iets anders of een totaal ander thema hè, dan is het iets ja ik zou bijna willen zeggen minder interessant of minder logisch dan dat al je nachtmerries over hetzelfde thema gaan ja het is gewoon een minder duidelijke dus stel, het gaat telkens over dat je verlaten wordt, wat jij net benoemde. Dan is dat toch blijkbaar een thema wat repetitief dat onderbewustzijn naar boven duwt in de nacht. Van, hé, hey, ik, ik heb hier last van. Ja. Zie mij, zie mij. Ja. Ja. En misschien ook in die fase van je leven, als je daarin veel nachtmerries hebt, van, hé, hey, je hebt nog iets te verwerken. Ja. Terwijl als ik nu, vanaf nu, alleen maar uh, Jeffrey Damer-achtige nachtmerries krijg, dan uh, wil mijn onderbewustzijn misschien zeggen van, hé... Hey, uh, Release your inner rage of uh, zoiets. Ja, je bent bang voor dit. Of, uh, ja. Ja, of dat, dat je er het... bang voor bent, of dat je wat boosheid hebt waar je normaal geen ruimte aan geeft. Ja. Dus, um, dus als het een specifiek thema is, dan zou het wel heel interessant zijn om te onderzoeken van hé, hey, wat is dat thema dan? He, is dat een steeds terugkerend thema? Of is het gewoon heel A-specifiek bij je? Dat kan natuurlijk ook. Mm -hmm. Maar op het moment dat het een meer een thema is dan is het gewoon heel interessant om te onderzoeken van... Hey, snap ik waarom ik eigenlijk altijd over dit thema nachtmerries heb? Hè? Ja. En betekent dat niet, een signaaltje vanuit je onderbewustzijn... dat dat iets is waar je mogelijk iets mee moet? Hè? Misschien blokkeer jij overdag elke dag de hele dag... ben je hard aan het werk, ben je gewoon heel druk met van alles... ben je iemand die veel afleiding zoekt, lekker gaat Netflixen, lekker gaat gamen... en eigenlijk weinig ruimte geeft aan dit soort thema's... Ja. Dan kan je onder bewustzijn zeggen van ja, heel leuk en aardig dat je jezelf overdag de hele dag kapot werkt. Maar we hebben eigenlijk nog iets te verwerken. Ja. En aangezien jij niet naar mij luistert, dan geef ik je maar telkens die nachtmerries als een soort van hint van hey, uh, je moet hier iets mee. Ja, precies. Dit is een soort van lampje inderdaad, wat je zegt. En, en, en wat is jouw visie over stress en trauma en nachtmerries? Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Want dat heeft toch wel echt duidelijk een band met elkaar. Het, je, hoe, hoe Zou je bijvoorbeeld ook een nachtmerrie kunnen, ik zou bijna zeggen fixen, maar zou je het kunnen behandelen door stress weg te nemen en het trauma te laten behandelen? Werkt dat zo makkelijk? Nou, daar zeg je dus eigenlijk het derde belangrijke gedeelte van je vraag, waar ik nog op terug wilde komen. Je hebt dus ja. twee typen nachtmerries: mm -hmm. en de eerste zijn, um, ja, ik moet echt idiosyncratisch. <laughs> Voor de actieve luisteraar, we hebben het belletje weer teruggevonden. Ja. Ik heb hem van de <laughs> vensterbank gepakt en hier neergezet. Um, maar met idiosyncratisch bedoel ik dat nachtmerries uit het niets eigenlijk komen. Dat je brein ze zelf creëert, hè, het onderbewustzijn. Dus een nachtmerrie kan idiosyncratisch zijn... maar het kan ook zijn dat het eigenlijk een, herbele een nachtelijke herbeleving is... vanuit een traumatische ervaring. Hm. Dus hè, stel je voor, ik ben op mijn, uh, laten we zeggen... Zeven voor ik heb op mijn veertiende steekpartij meegemaakt. Als ik dan nu telkens nachtmerries heb over messen of over um, nou, dat soort gewelddadige dingen in dat thema, dan kan dat een uiting zijn, een onderdeel zijn van posttraumatische stressstoornis, waarbij nachtmerries en herbelevingen een van de meest voorkomende klachten zijn. Ja. Of de meest belangrijke klachten zelfs. Um, het kan ook zijn. Dat het uit het niets wordt gegenereerd. Dus misschien heb ik alsnog een steekpartij meegemaakt. maar ik heb vervolgens allemaal nachtmerries over. Uh, weet ik veel. buitensluiting. wat minder logisch is in dit geval. Um, dan creëert je brein het zelf. en dan heeft het misschien met iets heel anders te maken. Ja. Op het moment dat het uh, direct gevolg is van een traumatische ervaring. dan zou je veel liever traumagerichte technieken toepassen. Want dan zou je eigenlijk kunnen denken: van, hé, hey, dat trauma van die steekpartijen op je veertiende heb je niet goed verwerkt, daar moet je iets mee. Ja. Terwijl op het moment dat het over verlating gaat... en je kan, het is niet een unieke gebeurtenis... of het is, het is niet iets wat spanning oproept... maar heel veel andere soorten emoties... dan heb je eigenlijk andere technieken. Dan wil je veel meer verwerkingsgericht uh, te werk gaan. Ja. ja, dus wat je eigenlijk zegt is inderdaad... dat nachtmerries kunnen, kunnen je op het juiste spoor zetten... en kijken van, stel je voor je nachtmerries gaan over een bepaald trauma... En, uh, en je hebt bijvoorbeeld andere klachten en de nachtmerries die, die, die kunnen dan verklappen waar oorzaak zit. Maar de nachtmerries kunnen ook heel erg random zijn. Kunnen ook verschillende dingen zijn waardoor het je weinig vertelt. Ja, en het is dus het makkelijkst behandelbaar als er een patroon te ontdekken is. Kijk, ja. op het moment dat jij elke keer dezelfde nachtmerrie hebt, dat zijn de, hè, dus ook voor de mensen thuis, ben je een behandeling toevallig. En heb jij veel nachtmerries en je hebt elke keer diezelfde nachtmerrie. Als je bij wijze van spreken opgesloten zit in een lift of iets dergelijks. of dat je vastkomt te zitten in een auto of ik noem maar wat. en het is niet direct het gevolg van een trauma. ook dan kan je die nachtmerrie gaan herschrijven. je kan hem gaan rescripten als het ware. Dus dat is ook wat ze bedoelen met dat lucid dreaming. dat is hieraan wel gerelateerd. Um, is dat je dus eigenlijk in je bewustzijn. als je elke keer dezelfde nachtmerrie hebt. Ja, op een gegeven moment je weet hoe die gaat lopen. Hè. Ja. En vaak hebben mensen als ze herhaalde nachtmerries hebben, en je weet hoe het gaat lopen, dan weet je van, oh, ik word altijd wakker op het moment dat die lifter die gaat zitten, of ik word altijd op dat moment wakker als die dader of die engerik uh, aankomt, lopen. En als je dat dus zo, als dat script zo ingebakend zit in dat neurale pad van je brein, mm -hmm. dan kan je daar dus ook iets mee. Dus je kan ook gaan kijken van, hé, hey, um, in je bewustzijn, dus als je wakker bent... ga je dus kijken van, hé, hey, dan ga je dat patroon van die nachtmerrie... ga je eigenlijk actief oproepen in je imaginatie dus... in je verbeeldingsvermogen. En dan kan je dus dat helemaal gaan oproepen. Dus niet uit de weg gaan. En vervolgens kan je dus ook gaan kijken van... hé, hey, kan je daar een ander einde aan hm. Dus Stel je voor, je bent opgeschroefd in de lift... en elke keer als die lift er dicht gaat, dan word je wakker... omdat je zo in paniek bent... He, laat die maar dicht gaan. En imagineer maar dat je zulke lange nepnagels hebt dat je die hele <laughs> liftdeur zo open kan ritsen en dat je de dader of degene aan de andere kant uh, in elkaar tikt of dat je opeens vleugels hebt en dat je vrijuit kan vliegen. Het maakt niet uit welke superpowers je hebt, want het is je verbeeldingsvermogen. Dus er, yeah. doe wat jij nodig hebt om uit die situatie te komen. En ja. Ga dan lekker uit eten en uh, allemaal leuke dingen doen waar je blij of vrolijk van wordt in je imaginatie. Om gewoon dat stresssysteem in je brein dus ook te kalmeren. Ja, toch wel bijzonder hè. Dus er zijn dan inderdaad bepaalde neurale paden gevormd. Namelijk als jij in die lift zit en die deur gaat dicht, dan gaat je stresssysteem aan. Dat is dan ja. een pad die je gevormd hebt. Maar wat jij dus eigenlijk zegt, dat pad dat je gevormd hebt, dat... Dat, dat vul je aan met extra neurale paden die je imagineert. en die je zelf invult met vleugels en met die nagels, et cetera. Waardoor je je brein eigenlijk die neurale paden omtraint. van hey, als ik in die lift zit, dan ben ik niet gevaarlijk. maar dan creëer ik vleugels, kan ik weer verder vliegen. Dus hoe vaker je dat doet, hoe meer je je brein hertraint met die neurale ja. paden. en hoe minder last je daarvan hebt. Dat, Precies dat. En dat is ook onderdeel van ons kerntraject natuurlijk, waarin we in de breinanalyse gaan kijken van hé, hey, waarom creëert jouw brein de klachten die je vandaag de dag hebt? En dat kunnen persoonlijkheidseigenschappen zijn, dat kunnen patronen zijn, hardnekkige uh, psychische stoornissen of lichamelijke klachten, dat kan ook. Maar dan, wat we dan ook doen is kijken van hé, hey, welke neurale paden, of wat voor neurale paden spelen daar een rol? Kijken we naar het verleden, wat daar is gebeurd en dan creëren we eigenlijk nieuwe neurale paden met verschillende technieken. Dus ik denk ook met nachtmerries, dat zien we ook bij een aantal cliënten van ons, die hebben ook nachtmerries en dat speelt dan ook weer mee. En dan zien we gedurende het traject dat die nachtmerries ook langzamerhand beginnen te veranderen. Dus je kan dat brein gewoon hertrainen. Dus uh, mocht je thuis zitten en denken van, hé, hey, ik herken dit, ik heb nachtmerries en ik heb ook andere klachten, en daar loop ik al heel lang tegen aan, dan zou het kentraject heel interessant voor je kunnen zijn, waaruit, waarin we dus vanuit kern kijken hoe we jouw klachten kunnen aanpakken. En mocht je daar meer informatie over willen lezen, kijk dan op christeneisje.nl/slash kerntraject. En dan kan je vervolgens ook een check invullen. Daarin vertellen wat voor klachten je hebt. En dan kunnen wij kijken of het kerntraject eventueel iets voor jou is. Oké, okay, dus, dus wat, je, hebt al, je hebt inderdaad verteld van, hey, wat je er tegen kunt doen. Ja, en dat is dus die, zo grappig. Met die imaginaire rescripting eigenlijk. Ja. En dat is dus eigenlijk ook echt precies dat hertrainen van je brein. Hè? Want normaal, je wordt wakker op het moment dat de spanning te hoog wordt. En wat gebeurt er? Je wordt wakker en je hebt het gevoel van machteloosheid en controleverlies. Want eigenlijk, ja, de nachtmerrie wint altijd. Yeah. Terwijl als je met je nagels en weet ik wel wat uh, aankomt, hè? misschien kunnen dit uh, messen worden voor de kijker. Yeah. <laughs> en kan je iemand daarmee verslaan of wat dan ook. Uh, dan krijg je eigenlijk weer een gevoel van ownership. Van hé, hey, ik ben sterker. en... Die nachtmerrie, die heeft niet mij onder controle, die lifter heeft geen macht over mij, maar ik ben degene die bepaalt wat er gebeurt. Ik ja. ben degene die controle heeft over mijn nachtmerrie. Of ja. over jouw klachten dus ook. Dus je bent niet meer het slachtoffer inderdaad. Ja, precies, precies. Je wordt gewoon een ja, equal of zo. Dat is ontzettend interessant eigenlijk. Oké, okay, dus even terugkomen op een vraag van inderdaad, jarenlang nachtmerries, heeft het een betekenis en wat kan ik er tegen doen? Maar die een beetje beantwoord zo. Ja, ik zou dus vooral mijn eerste vraag aan uh, deze uh, luisteraar zou dus vooral zijn van, hey, ik heb jarenlang nachtmerries en waarom heb je die nachtmerries? Hè? Komt dat door een traumatisch gebeurtenis, of is het een uh, herhaalde droom die telkens terugkomt, of is het meer inzicht in een bepaald thema? Hm. En bij de eerste twee kan je echt hele specifieke technieken toepassen, trauma gericht of nachtmerrie gericht, om dat op te lossen. Als het wat meer over een thema gaat, ja, dan is dat misschien ook een cadeautje van je onderbewustzijn. Te zeggen van hé, hey, je hebt eigenlijk iets om op te lossen. Ik weet dat je overdag niet naar me luistert, maar misschien dat je nu de hint een beetje begrijpt. Um, en als het echt nou ontzettend aanspecifiek is, hè, dat, het, dat, je ene, dat, het, dat er echt totaal geen patroon in te ontdekken is, dan zou ik eigenlijk bijna denken van hé, hey, kijk dan ook even naar je leefstijl. Ja. Ja, dat moeten we natuurlijk ook niet onderschatten. Dus bijvoorbeeld steef dat je bepaalde medicaties likt, als je alcohol gebruikt, dat je drugs gebruikt, dat je eh, gewoon een heel stressvol leven hebt en um, tegen bepaalde psychische klachten aanloopt, psychotische klachten kan soms ook, bijvoorbeeld. Of eh, dat je in je persoonlijkheid, als je heel veel ellende hebt meegemaakt in je jeugd, dat dat gewoon eigenlijk nou ja, allemaal onthouden wordt door je brein. En dat je brein je gewoon aspecifiek klachten geeft. Ja. Yeah. Ja, super interessant. Ja, ik moest gelijk ook denken aan een patiënt die ik uh, wel eens gezien heb. En die kreeg dus, uh, dat was ook het moment dat ik dit leerde, die, die werkte in de horeca als kok. En als, toen hij thuis kwam om 11 uur of 12 uur, dan at hij. Zijn, 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 at hij een pasta, at hij zijn avondeten, omdat in de horeca is je ritme helemaal uh, verstoord. Ja. En hij merkte dus bij zijn diensten, als hij dus laat at, dat hij daardoor zijn nachtmerries triggerde. Dus. Toen kwam ik er later ook achter dat zware maaltijden of pittig eten kunnen ook nachtmerries triggeren. Dus het kan, dat kan zelfs een invloed hebben op je nachtmerries. En ja, dat, dat vond ik toch wel heel bijzonder dat dat kan. Ja, ja, zeker. zeker. En dan kan ik me ook wel voorstellen hoor. Ik denk dat het niet een mega-aandeel heeft, maar mm -hmm. zeker ook hè, al die kleine zetjes, hè, op het moment dat op horeca. Hè, Misschien ook een paar uh, drankjes erbij. Ja. En, en um, dat zijn natuurlijk al, ook allemaal middelen die gewoon ook iets, uh, gewoon invloed hebben. Ja. En ook, ik zou zeggen, zelfs met pittig eten. Ik geloof ook dat door pittig eten dat je temperatuur, volgens mij iets meer. Ver... Er was iets met pittig eten, wat dan toch wel een, een soort van stress-signaal. Hè, hmm. In milde mate dan afgeeft aan je brein. Snap ik. Waardoor, um, ja, waardoor je iets meer in die alerte toestand komt. Waardoor dat ook meer eerder een, de drempel iets verlaagt. om een nachtmerrie uh, te krijgen. Ja, ik heb een keertje een rottie gegeten. <laughs> Dit is een hele bijzondere brug <laughs> die ik bouw hier. En daar kwam zo'n geel zakje bij. Oh, Madame Jeannette. Madame Jeanette. En ik kende het toen niet. Dit was echt uh, tien jaar terug uh, stage in Suriname. Dus ik, ik, ik smeer het uit. Ik denk, oh, dat zal vast wel een lekkere mayo-achtig iets zijn. Ik herinner me nog die eerste hap. Het was gewoon brand. Het was gewoon vuur. En nu kan ik me heel goed voorstellen: als je pittig eet, dat, ik was niet ontspannen. Dus <laughs> dat kan zeker meespelen bij slaap. En ook wat ook heel veel voorkomt, uh, is natuurlijk uh, nachtmeest bij antidepressiva. Dat zijn ook vaak dat mensen dan antidepressieven nemen... en ineens veel meer nachtmerries krijgen... dat kan ook een duidelijke trigger zijn. Maar goed, waar wij voorstander zijn, van zijn... is gewoon goed kijken naar van... hé, hey, wat is de reden dat je die nachtmerries hebt? Al die factoren kunnen het zeg maar triggeren... Ja. maar er zit vaak altijd iets in de kern achter. En mocht je daar achter willen komen... of wil, mocht je daar willen naar graven... dan zou je eventueel inderdaad in het kerntje kunnen kijken... of dat wat voor je is. Ik heb de link ook eventjes in de beschrijving gezet. Heb jij nog een tip van de week? Ja, eigenlijk zou ik gewoon kijken van, hey, heb je wel eens nachtmerries? En, um, en dan, dan inderdaad ook gewoon een overzicht maken van hey, snap ik waarom ik nachtmerries heb? Komt het door trauma? Komt het door een, dat ik die droom al zo vaak heb gehad? Is het een bepaald thema dat speelt? Of moet ik iets aan mijn leefstijl gaan doen? Ja. En, en, en voer het dan uit. En zeker bij trauma of als het een herhaaldelijke droom is, hè, overweeg dan of bij je huidige behandelaar of daar eventueel hulp voor te zoeken. En weet dus ook dat, ja, bij deze als cliënt dat hè, er wordt niet standaard heel erg naar gevraagd of heel erg naar uitgevraagd. Omdat er vaak andere thema's zijn die, uh, ja, die meer op de voorgrond liggen. Dus help ons behandelaren ook af en toe herinneren door te zeggen van hey trouwens, ik heb ook nachtmerries en daar heb ik heel veel last van. Kan je daar iets mee? Ja. Want het Om. wordt echt ondergediagnosticeerd. Omdat het vaak een bijproduct is en niet het hoofd. Ja, precies. Probeemde, en bij, ja. in het kader van PTSS wordt er wel vaak aandacht uh, aan geschonken, omdat het zo'n kernsymptoom is. Maar bij heel veel andere problematiek, dan wordt er eigenlijk relatief weinig aandacht aan geschonken. En dat kan een mooie, dat kan een afgewogen afge keuze zijn. En daar ja. kan je nog steeds achter staan. Maar um, op het moment dat je echt denkt van hé, hey, ik wil en moet hier iets mee, weet dan dat het bestaat. Maar neem zelf ook dat initiatief dan, zou ik uh, aanraden. Nou, klinkt als een mooie opdracht inderdaad. En, en als je dat hebt genoteerd en je ziet een bepaalde patroon, dan kan je hem ook imagineren en op papier schrijven en een nieuw eind aan, uh, aanbreien. Maar goed, dat, doe dat vooral met een therapeut, want het is makkelijker gezegd dan gedaan vaak. Ja. Zelfstandig. Ja, precies. Oké, okay, ik wil jou bedanken weer voor je wijsheid, Reisje. Dankjewel, jij ook. Graag gedaan. En voor jou uh, als luisteraar, mocht je dit een leuke aflevering gevonden hebben, vergeet dan deze aflevering niet te beoordelen, vergeet niet te abonneren en vergeet ook geen reactie achter te laten. Wij zijn namelijk heel benieuwd naar wat voor nachtmerries jij hebt en we vinden het altijd leuk om met jou in gesprek daarover te gaan in de comments. En we merken de tijd ook dat steeds meer mensen deze podcast delen en uh, daarmee dus een mentale spreekkamer ambassadeur zijn. Dus mocht jij ons willen helpen met onze missie om Nederland mentaal sterker te maken, vergeet dan vooral niet. Deze podcast ook te delen met je vrienden, met je familie, als ze eventueel nachtmerries hebben, of gewoon uh, op je social media in je story te delen dat je dit een leuke podcast vindt. Want dat helpt ons, maar dat helpt ook vooral Nederland om mentaal sterker te worden. En ja, ik zou zeggen tot de volgende week dan maar weer. Tot de volgende week.